Welkom bij Wetenschap 101. Het is april, voorjaar, maar het lijkt wel alsof we weer in de kleine ijstijd zijn beland. De periode tot de 19e eeuw dat het gemiddeld tot ongeveer een graad kouder was dan in de 20e eeuw. En die periode is moeilijk af te bakenen, maar er lag een duidelijk dieptepunt in de temperaturen in de 17e eeuw. En dat leverde dit soort taferelen op, hier geschilderd door Hendrik Averkamp, die nog steeds bekend is vanwege zijn winterlandschappen en zijn schaatsvoorstellingen. Volgens sommige historici waren de eerste tekenen van die kleine ijstijd er al in 1313. Want toen begon een lange reeks van natte zomers waarin het maar bleef regenen en waarin de oogsten mislukten. En dat leidde tot de grote hongersnood. In Brugge bijvoorbeeld liet het stadsbestuur in de jaren 2000 lijken gewoon van straat oprapen om in een massagraf te gooien. En in het kleinere Ieper waren dat er zelfs 2800, zo'n 10% van de bevolking. En naar schatting stierf in die jaren zo'n 10% van de hele bevolking van Noordwest-Europa. Tel daarbij op dat een paar decennia later de Zwarte Dood volgde, de grote pestepidemie, waarin in deze regionen wel ongeveer een derde van de bevolking stierf. En je kunt je voorstellen dat in 1400 Europa een stuk leger was dan in 1300. Maar daarna zette de groei weer in, juist ook in die heel koude periode van de schilderijen van Hendrik Averkamp.